Ted van Lieshout, je hebt een boek geschreven dat heet Mijn Meneer. Dat gaat over een relatie van een, om te beginnen, 11-jarige jongen... Mm-hmm. met een volwassen man. Die jongen die is hierop afgebeeld en dat ben jij. Ja. Hoe is die relatie ontstaan? Ik moet heel voorzichtig zijn omdat ik de identiteit van die meneer geheim houd. Dat doe ik al meer dan 40 jaar. Dus als ik daar op in zou gaan, dan zou ik daarover iets kunnen prijsgeven. Dus ik moet daar helaas vaag over blijven. Er is een verschil tussen het verhaal dat ik heb geschreven en het echte verhaal. Het echte verhaal heeft zich afgespeeld in Eindhoven, want daar ben ik opgegroeid. Ja. Maar om er een verhaal van te kunnen maken, heb ik het verplaatst naar een dorpje. Zodat het mij de mogelijkheid gaf om de herinneringen die ik nog heb, want ik weet natuurlijk dit alles meer, aan elkaar te kunnen smeden door middel van een verhaal. Kwam de meneer op jou af of kwam jij op de meneer af? De meneer was er op de een of andere manier in mijn leven. Ja. In het boek ontstaat die relatie eigenlijk heel spelenderwijs. Ja. Eigenlijk letterlijk spelenderwijs. Was dat ook de werkelijkheid? Absoluut. Ja. Ja, het is niet zo dat ik, wat heel veel mensen toch wel vaak denken, het is niet zo dat ik van de fiets ben gerukt en de bosjes in ben getrokken, nee, en ben verkracht. Want dat was ook onmiddellijk naar mijn moeder gerend en had ik gezegd, mam, ja, moet je eens horen wat hij heeft gedaan. Ja. Maar het is zo geleidelijk gegaan dat ik het niet in de gaten had. Ik zal het nog sterker vertellen. Pas toen ik ongeveer 19 was, dacht ik, vrek, het was een pedofiel. Dat heb ik voor die tijd helemaal nooit in de gaten gehad. Wat dacht je dan dat het voor die tijd was? Eigenlijk dacht ik dat het een homo was. Ja. En ik was zelf, wist ik eigenlijk al wel, homo. En ik dacht, als men erachter komt, dan komt de politie erbij. Ja. En die gaan hem verhoren, maar dan moeten ze natuurlijk mij ook verhoren. En die hebben technieken, die politieagenten. En die vinden dan uit dat ik eigenlijk homo ben. Mm-hmm. En dan komt iedereen dat te weten. En dus ga ik niet naar de politie. Ja. In het boek merk je dat de jongen, dat het langzamerhand ook ontwikkelt naar een wat meer erotische, erotische gevoelens. En dat de jongen daar eigenlijk ook wel van geniet. Hij vindt het Heb ik dat niet helemaal goed opgeschreven. Hij vindt het wel, hij vindt het maar wat spannend. En hij vindt het wel spannend, ja. Maar en hij heeft spijt dat hij eigenlijk dat hij even weg is gelopen bij een avance. En dacht, ik ben eigenlijk te oud om weer terug te gaan. Ja, dat is wel waar. Dat moet ik wel toegeven. Dat klopt wel. Ja. Maar dat heeft meer te maken met intimiteit dan met erotiek of seksualiteit. Mm-hmm. Wat ik er fijn aan vond, was dat ik omringd werd met aandacht. Ja. En normaal gesproken, bij mijn moeder moest ik die delen met mijn zus en mijn twee broertjes. En bij deze man was die aandacht helemaal gericht op mij. En ik werd letterlijk inderdaad omringd met aandacht. En dat vond ik heerlijk. Ook al omdat je vader was overleden. Ja, ik weet niet precies wat dat ermee te maken heeft. Wat wel zo is, heb ik begrepen, is dat kinderen die geen vader meer hebben, bijvoorbeeld omdat hij is overleden, dat die makkelijker slachtoffer of makkelijker doelwit zouden kunnen zijn van pedofielen, ja, dan kinderen die nog wel een vader hebben. Ja. En ik denk ook dat hij echt wel in de gaten had dat ik, laat ik het anders zeggen, ik dacht dat ik een heel bijzonder jongetje was. Mm-hmm. En alle kinderen vonden mij apart en raar. Ja. En ik dacht, dat is omdat jullie niet zo bijzonder zijn als ik. Ja. Wat ik niet wist, was dat mijn bijzonderheid onder andere te maken had met het feit dat ik homo was. Dat ik hield niet van voetballen en ik vond poppen eigenlijk allemaal veel leuker. Dus ik was gewoon anders dan andere kinderen, ja, die jongetjes. En ik zat ook op een jongensschool ook, die gingen voetballen. En het kan heel goed zijn dat ik als het ware een beetje ben uitgekozen. Wat je opschrijft over die meneer is dat hij helemaal niet raar tegen jou deed, als van je houdt hier je mond over, nee, je zegt daar niks van. Hij was eigenlijk hij ging heel open. Het was eigenlijk een hele lieve man. Ja. En hij heeft nooit tegen mij gezegd dat ik er een geheim van moest maken. Maar jij wist dat je het niet moest zeggen. Dat wist ik wel. Ja. Ik wist dat er een groot verbod was met een hoofdletter V, dat het niet mocht. En er zijn ook momenten dat ik me wel realiseerde, ik moet eigenlijk nu weggaan. Maar dat ik wel dacht, nou, nog eventjes. Wanneer was het eigenlijk het ultieme moment dat het brak? Dat je dacht, nu doe ik het niet meer. Dat hij te ver ging in die zin dat mijn eigen seksualiteit in de oppervlakte dreigde te raken. Mijn lijf reageerde in een seksueel opzicht. En dat mocht echt niemand weten. Niemand mocht weten bijvoorbeeld dat ik een erectie kon krijgen. Dat wou ik echt niet dat iemand dat wist. Want daar schaamde ik me voor. Ook ten opzichte van hem? Ook ten opzichte van hem. En was dat de reden waarom je er op een gegeven moment geen been meer in zag? Ja, ik dacht, dit is echt verboden. En als hij nou merkt dat ik als het ware, dat mijn lichaam enigszins opgewonden raakt, dan,
ja, dan ga ik dus in een zonde. Dat was een hele erge zonde in mijn optiek. Dus ik dacht, dat kan echt niet. Nu moet ik echt weg. Want de zonde, want zijn dat zijn lichaam opgewonden, of dat hij opgewonden werd en zijn lichaam daarop reageerde, dat was zichtbaar en voelbaar in de relatie die jullie hadden. Zijn seksualiteit, ja. Dat had dan verder niet zoveel. Ik was in zekere zin dan wel trots dat ik dat kon. Voor dat ik als kind bij een volwassen man zoiets teweeg kon brengen. Ja. Achteraf heb je geredeneerd dat het niet om jou ging. Niet om Ted, maar dat het om een kind ging. Ik weet dat niet zeker. In elk geval had je toen kunnen beslissen, ik ga aangifte doen. Ja, nou, op mijn 15e heb ik tegen mijn moeder gezegd. Mijn moeder die had al wel wat vermoed. Die is ook bij die man aan de deur geweest om te zeggen, ik houd je in de gaten. Maar ze kreeg van mij geen bevestiging. Want ik zei natuurlijk van nee, er is helemaal niks op de hand, er gebeurt helemaal niks. Mm-hmm. Dus mijn moeder dacht, ja, daar moet ik dan op afgaan. Maar op mijn 15e heb ik het wel verteld en toen wilden ze wel naar de politie. En toen heb ik haar gesmeekt om dat niet te doen. Omdat ik bang was dat men erachter zou komen dat ik 1 homo was, wat ik nog aan niemand kwijt wilde. En dat ik niet was van mijn fiets gerukt, in de bosjes getrokken. Dat ik dus tot op zekere hoogte meegewerkt had aan mijn eigen, aanranding zal ik maar zeggen. En dus geen aangifte gedaan? Nee. Ook later niet overwogen? Toen op mijn 19e heb ik toen dacht, vrek, het was een pedofiel waarschijnlijk. En toen dacht ik, ja, moet ik nou daar iets mee gaan doen? Toen dacht ik, ja, kijk, als een dief bij jou heeft ingebroken, kun je niet tegen de buurman zeggen, jij moet ook aangifte doen, want hij zal ook al bij jou ingebroken hebben. Zo'n feit staat op zich. Hij had mij eigenlijk geen kwaad gedaan. En ik dacht, als ik nou naar de politie ga, dan verwoest dat zijn leven in zekere zin. En eigenlijk wil ik dat niet, vind ik dat ook nergens voor nodig. Wel heb ik op een gegeven moment, toen ik eenmaal schrijver was en vond dat ik moest schrijven, omdat ik dat talent had, over wat ik had meegemaakt, toen heb ik wel een aantal gedichten geschreven in het bundel en gedacht, als er uit mijn omgeving voormalige kinderen komen die zeggen, was dat soms die en die? Mm-hmm. Dan hadden wij samen kunnen besluiten, oké, dan was ik dus niet de enige, hè, tot dan toe. Het enige bewijs wat ik had, was mijn eigen bewijs. Dan had ik wellicht stappen ondernomen. Maar niet zomaar op een hunch van, het zal een pedofiel geweest zijn. Dus hij zal ook wel andere kinderen hebben lastiggevallen. Maar je schreef nog wel over in het boek. Ik ga er maar even vanuit dat dat dan allemaal één op één hetzelfde ongeveer is gegaan. Dat er een ander jongetje was op een gegeven moment. En dat je toch iets van jaloerse gevoelens kreeg. Maar B, zou je ook achteraf kunnen denken, is er met deze jongen misschien hetzelfde gebeurd als dat met mij is gebeurd? Dat heb je nooit uitgezocht of gevraagd? Nee, dat heb ik nooit uitgezocht. Nee, ik ben daar niet achteraan gegaan. Ik weet ook niet meer welk jongetje dat was. Nee. Heb je die man later nog wat ontmoet? Ik heb hem 1 keer nog gezien. En? In gezelschap. Je hebt hem niet aangesproken? We hebben wel gesproken, maar er waren andere mensen bij, waardoor het niet mogelijk was om erop in te gaan. Hij heeft in 1993 mij brieven gestuurd, waarin hij om vergeving vroeg. En die heb ik hem ook gegeven, omdat ik geen reden zag om nou heel dwars te zijn. Ik heb ook geen rancune en ik ben niet wraakzuchtig wat dat betreft. Was die vergeving oprecht, dacht je? De verzoek daarom? De excuses? Ik had wel een beetje het vermoeden dat hij dacht, nou, die van die Zuid, die schrijft zijn hele leven op, dadelijk ben ik aan de beurt. Laat ik maar even zelf indekken heet dat. Ja, een beetje wel. Dat vermoeden had ik wel. Vooral ook omdat ik op aanraden van een collega hem voorstelde om elkaar te ontmoeten. Die collega had gezegd, ja, dat moet je doen, want daar zit misschien een boek in en je bent schrijver en je moet ergens je geld mee verdienen. Dus ik dacht, nou ja, ik wil het eigenlijk liever niet, want dat beeld wat ik in mijn hoofd heb van een toch redelijk jonge man, wil ik eigenlijk niet bederven door nou een oude man te zien die niet meer past in dat beeld. Hoe oud was hij toen? Ja, dat zeg ik dus niet. Nee, maar het was een jonge man. Het was een niet bijster oude man. Nee, het was een redelijk jonge man. Ja. En hij leeft nog? Voor zover ik weet, het is alweer een aantal jaren geleden dat ik hem gezien heb, maar als het goed is, leeft hij nog wel. We hebben gevraagd of je een klein stukje wil voorlezen. Wat aardig is, beschrijf je net dat je een erectie hebt, waarvan je dus nu net vertelt dat dat iets is wat je eigenlijk niet wilde in relatie tot deze man. Ja, in een boek kan ik dat man. Kijk, natuurlijk. Toen ik dat schreef, zat er niemand bij. Nee. En als het eenmaal in het boek is, is dat goed. Ik durf het daar ook best wel voor te lezen. Maar het gaat hier ook helemaal over het, het gaat over de seksualisering eigenlijk. Dat je opeens bij iedereen denkt, zou dat misschien daar dat ook zo zijn? Dat moet je dan niet zeggen natuurlijk. Toch niks met dat. We staan daar in ieder geval bij de kerk buiten. Er staan een aantal mensen nog na te praten naar de kerkdienst. Het speelt zich ook af in Brabant, vlakbij Eindhoven zou je kunnen zeggen. Ik wou zien wat meneer aan het doen was.
Ik wilde in ieder geval zien of hij nog steeds zijn hand in zijn broek had. Want dat had hij, had zijn hand in zijn broek gedaan. Plotseling viel me op dat het hoofd van de school ook zijn hand in zijn broekzak had. En verderop zag ik de vader van Casper en die deed het ook. En de koster stond met zijn ene hand in zijn broekzak te roeren. Voor ik meneer Timmermans kende, had ik waarschijnlijk gedacht dat de koster met zijn huissleutels aan het spelen was. Maar nu dacht ik iets heel anders. Plotseling had ik het gevoel dat ze allemaal aan hun piemel voelden en dat ze dachten, ik wou dat Ted zijn hand in mijn zak stopte. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat ik denk, hebba, ik ben een vies kind aan het worden. Mm-hmm. We willen even terug naar waar we de uitzending mee begonnen. Namelijk, je zei dat je een bijdrage wilde leveren aan de discussie die over pedofilie gaande is in Nederland. Dat komt ook terug in de documentaire die over jou gemaakt is, die dinsdagavond in het Uur van de Wolf wordt uitgezonden. Waarin je een ontmoeting hebt, om het niet intiemer te zeggen, samen in een bootje zit met je collega-schrijver Gerbrand Bakker. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk kritiek op het feit dat je dit opschrijft. Laten we even kijken. Ja. Wordt een kutboek. Eigenlijk. Nee, dat nou ook weer niet. En zeker niet naar het einde toe. Maar toch wringt er iets enorm. Wat wil jij? Waarom moet jij op je 55ste nog een keer... En dan in deze vorm. Over het algemeen, als je dingen van jou leest, dan moet ik wel lachen. Nul. Dat, heb je, dat weet je, hè? Ja. Er zit nul humor in. Nee. Van je vrienden moet je het hebben, zei ik. Ja. Maar er zit wel degelijk humor in. Alleen op dat moment zag ik dat zelf ook niet zo. En Gerbrand is een heel ander soort schrijver. Hij houdt van het beschrijven van de natuur. Mm-hmm. En mijn verhalen zijn dan anders. Dus, het was maar misschien... kijk, hij vraagt zich ook af, want dat fragment is nog langer dan we je laten zien. Waarom je dit wilde schrijven. Daar komen we weer terug bij je stelling in het begin. Wat kan jouw verhaal een bijdrage zijn voor de discussie over pedofilie die in Nederland gaande is? Ja, dat is voor mij inderdaad wel een van de redenen waarom ik het schreef. Ik dacht inderdaad, of het zo is, moeten anderen maar bepalen, dat het iets bijdraagt, iets toevoegt aan wat er al is. Wat je tegenwoordig eigenlijk altijd hoort als het over pedofilie of pedoseksualiteit gaat, dan is er een kind gegrepen door een pedoseksueel en daar houdt het dan mee op. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet wat die pedoseksueel gedaan heeft met dat kind. De meeste mensen denken, nou, hij zal wel iets gedaan hebben wat ik in mijn eigen bedkamer doe met mijn partner. En dat is vaak natuurlijk niet zo. En bovendien, je weet ook niet hoe dat nou met dat kind gaat. En ik dacht, ik kan in ieder geval vertellen hoe het met mij is gegaan. Mm-hmm. Ik heb een pedofiel getroffen. Het was alleen geen kwaaie, zal ik maar zeggen. Althans, niet zo kwaad als sommigen zijn. Sommigen zijn daadwerkelijk natuurlijk heel vervelend en naar voor de ontwikkeling van een kind. En ik dacht, ik ben schrijver, ik moet dat kunnen. En ik dacht, vanwege die discussie die altijd maar stopt op dat moment, hè, er is iets heel ergs gebeurd en daar is verder geen nuancering bij, laat ik dan proberen om mijn verhaal zo op te schrijven dat misschien wel een soort nuancering kan zijn. Maar is dat ook omdat je geschrokken bent door de reacties van... Ja. We hebben een foto, die heeft de eerste prijs gewonnen in een contest. En daarin zie je hoe agressieve mensen het huis belagen van een pedoseksueel. En is dus zilveren camera, toch? Ja. Ja. Ben je daarvan geschrokken? Ja, ik schrik daarvan, omdat het is gewoon niet zo dat alle pedofielen kinderen verkrachten. Ik kom helemaal niet op voor pedofielen en voor pedoseksuelen al helemaal niet. Ik vind dat je dat absoluut niet moet doen. Ik vind dat het mij niet had moeten overkomen. Mm-hmm. Maar het gebeurt nou eenmaal en je kunt dan wel zeggen, nou, weet je wat, we sluiten onze ogen ervoor, we sturen ze gewoon de stad uit. En dan zien mensen die wij verder niet kennen, maar hoe ze dat probleem oplossen. Maar dat is natuurlijk helemaal geen oplossing voor het probleem. Ik denk dat het beter zou zijn als pedofielen op de een of andere manier toch zichtbaar blijven. Maar moeten we het weten? Moeten we weten bijvoorbeeld, want daar gaat het vaak over, moet je weten dat er bij jou in de buurt een pedoseksueel woont? Ik zou het willen weten, want dan kan ik tegen mijn kind zeggen, nou, daar woont er eentje en je moet zelf... Ik vind het een heel, heel lastig dilemma. Ik bedoel, je stigmatiseert mensen op een verschrikkelijke manier. Maar aan de andere kant zijn ze natuurlijk ook heel... Ik zou het verschrikkelijk vinden als ze bij mij in de buurt zouden wonen. Maar ik heb heel vaak gedacht, jeetje... ik heb ook Sammy, mijn zoon van nu 18, heel vaak gewaarschuwd van... nooit aan je laten zitten tegen je wil in. Ja, ik vind het hartstikke moeilijk. En wat vind je dan van dat er een boek verschijnt van een gezaghebbende schrijver, met veel talent, mooi opgeschreven allemaal, waarin toch op enige wijze die pedofilie wordt genuanceerd. Althans, het beeld van wat wij hebben wordt genuanceerd. Ik vind het goed.
Ik vind het hartstikke goed dat je ja, want ik verdedig het niet, hè? Nee, dat zei ik ook. Ik vind het heel goed dat je het hebt gedaan. Nee, ik vind het heel goed, want ik denk dat je die nuance wel moet aan gaan brengen. Ik bedoel, het is zo'n persoonlijk verhaal. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat ook weten. Dat het... Ja, ik denk dat het goed is om te weten hoe zo'n kind verzeild raakt... in de manipulatie, zou je kunnen zeggen... van een pedofiel, dat is niet ineens plotseling. Ja, dat is ook wat jij net zei, dat het over aandacht gaat. Hè? Kinderen vinden dat natuurlijk toch wel heerlijk... als je dan speciaal die aandacht krijgt... en die je thuis dan misschien niet krijgt. Ja. Ja. Maar goed, wat vind jij zelf? Jij wil ook graag weten waar de pedofiel woont? Ja, ik zou het willen weten. Maar in wezen doet er niet zoveel toe. Er zijn zoveel pedofielen... dat in elke buurt woont er wel één, hoor. Ook al weet je dat niet, ze zijn er echt... En ik denk dat het beter is om ze wel een plaats te gunnen in de samenleving... en ze niet te proberen ze allemaal naar de rand van de samenleving te duwen... in de hoop dat ze er vanaf springen. Want dat doen ze uiteindelijk natuurlijk. Ze zullen toch ergens moeten blijven. En dan is het maar beter dat je ongeveer weet waar. Goed. Tot zover de gevoelstemperatuur.